goed, ja. Ja, goed uitvoeren, weet je wel. En ook wel, zeg maar, het verhaal een beetje... Ze mogen het best wel draaien, hoor. Kijk, ik snap dat het gewoon niet mogelijk is om, om het precies te doen, hè. Je gaat altijd verschil krijgen, maar... Tuurlijk. Maar dat is altijd met Attack on Titan, de ending wat Isayama heeft gekozen daarvoor. Mm-hmm. Is zoveel haat op en juist de ending, ja. Tenminste de manga ending, ik vind het echt geweldig. Het is, tuurlijk, het is niet de ending die je misschien had gewild. Ja. Maar het is een ending die is gewoon fitting en het laat ook eigenlijk zien dat het maakt niet uit wat er gebeurt. Het zal altijd weer terugkeren, het zal altijd hetzelfde verhaal weer worden. Ja. Mee eens. Daarom, als mensen zeggen van ja, anime ending of manga. Een anime only ending en zo is veel beter. En dan denk ik van, ik vind het juist goed dat ze de ending van de manga nu gaan gebruiken. Ja. Weet je wat? In dit geval zou ik eigenlijk juist geen exclusive ending willen zien daarvoor. Nee. Maar even iets anders, als we het over Jujutsu Kaisen hebben en over accurate zijn. Waar de fuck zijn zijn markings? Even geheel terzijde. Ik heb niks gezien. Nee, ja, omdat hij die vingers opeet, maar... Ja, nee, die markings hoort te krijgen, maar... Misschien het kan ook zijn dat ze dat niet hebben gedaan, meer omdat deze game is natuurlijk meer gebaseerd voor kinderen en shit. Nou ja, kijk, en ik snap... dat misschien net een verkeerd beeld kan geven, als je weet wat ik bedoel. Qua tattoos. Kijk, ik hoef niet te zien dat hij die vinger eet. Nee, maar... Oh! Ik sta even te healen. Zeg maar, ik sta even shield te poppen. Gelijk mid ik daarnaast. Oh. Gewoon die hollow, die paarse zit, die heb ik. Nice, nice. Maar ja, sowieso, ik ben echt een anime fan. En mij maakt het eigenlijk niet zozeer uit hoe het loopt. Ik wil gewoon dat alles goed uitgevoerd is. En ik hou gewoon... Ik vind het belangrijk dat er gewoon... veel backstory is en dat mm-hmm. alles goed een beetje uitgelegd wordt, ja. Ja. Snap ik. Ik moet even zoveel meter swingen. Maar helemaal met Attack on Titan, wat ik zeg, die ending, mensen haten erop en ik denk... Het is juist een ending dat eigenlijk een beetje ook het echte leven... Tuurlijk. ...laat zien van, goh, dit is eigenlijk wat er ook in het echt zou gebeuren en helemaal gebeurt. Mee eens. 609 op de grapple. Kom op, hoeveel op de grapple kan ik halen? Want ik weet niet of jij überhaupt een ending mee hebt gekregen in van Attack on Titan. Ja, deels. Niet heel specifiek of zo. Kom op, ik hoop dat dit werkt nog voor mijn meters geswingd. Ik draai nu al een paar rondjes om het gebouw. Ja, oh wacht, challenge van dat? Ja, 2000 meter. Oh, wacht. Heb ik die? Nee, ik heb 500. Jezus. Ik zit nu op bijna 1200. Dus ik dacht kan gewoon... kan ik zo meteen dat ding lenen? ja hoor, ik grapple nog even aan dat ding. Totdat ik hem klaar heb. Sure. Ik weet niet of je Classroom of the Elite ook hebt gekeken. Ja, ik weet dat er een nieuwe seizoen van is gekomen. Ongeacht dat mensen daar heel lang op hebben gewacht, maar ik heb niet. Ja, klopt. En niet alleen één seizoen, er komt nog een derde ook nog. Ja, klopt. Was mijn één seizoen ding. Yay, ik heb iets geclaimd terwijl ik gewoon aan het zweven was. Ja, dat vond ik eigenlijk ook altijd wel een leuke anime om te kijken. Ja, snap ik. Ik vond Food Wars ook een goede anime, ongeacht dat het een beetje, zeg maar, sensueel kon zijn op sommige momenten. Oh, ja, maar ik vind het wel een grappige. Ja, het is gewoon een goede anime. Het is ook gewoon heel specifiek grappig. Het is ook, ja, daarom, het is letterlijk eigenlijk niet eens een serieuze anime. Nee, helemaal niet zelfs. Nee, daarom, en dat vind ik leuk. Mensen zeggen dat, ja, dat vinden ze dan weer minder en ik denk... Die manga schijnt nog erger te zijn. Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. Huppa. Kom op. Ik moet nog een paar honderd meter. Oh, ik moet nu dan. Ik ben hoe lang dat duurt eigenlijk. Ja, en dan ben ik alleen om één gebouw, hè. Stel je voor dat je dit specifiek bewust ging uitzoeken. Ja. Hallo. Hey, waar is mijn ding? Hier. Alsjeblieft.
Nou, dan ga ik het doen. Gods kleren. Nee. Oh, ik heb. Oké, daar ben ik wel blij mee. Nee, daar doe ik niet. Ik heb pas 100 meter, dat is insane. Ja. Het duurde wel even hoor. Ik dacht ook zo klaar mee te zijn. Maar nee. Helaas. Wat had je uit die goede lootbox gekregen? Gouden combat SMG. Nice. Ja, ik dacht ik loop even heen. Ik dacht ik heb nog wat loot nodig. Desperate to reload, I guess. Hup. Dat is ook een stage 2 van 2 damage ding. Assist in recovering a combat chase. En nog eentje. En dan nog damage met shotgun. Nou ja, dat is niet heel boeiend. Die nee, pistols waren even heftig. Ah, ik heb wel zin in morgen. De Elder Scrolls set. Ik zit echt in de... Ik zit er echt in. Elder Scrolls is een goeie, hè? Ja. Het is ook weer een probleem, maar ook een goeie. Maar enige... we hebben nog een probleem die je mij doorstuurde. Ja, die heb ik nog niet gespeeld. Ik ook niet, maar... Nog niet naar gekeken, maar dat was wel een probleem. Maar we zitten sowieso... We zitten sowieso met een probleem, want... We gaan waarschijnlijk niet die hele kaart af kunnen krijgen. Omdat we met die bosses zitten natuurlijk. Maar ik voel me wel... Daarmee? Ja, nou ja, dat... Ja, ik weet niet of we daar hoog genoeg level voor zijn. Dat is heel makkelijk, want ik ben off-stream. Dat is het enige wat ik heb gedaan, want ik was nog online. Ja. Ik heb één keer gewacht, nog een keer op mensen en het was gelijk klaar. Ja? Ja, het was gewoon kut dat hij buiten de zone was. Je moet gewoon, als er mensen aankomen, gewoon even bij staan en dan... Storm, ik zou gewoon met dat ding naar de... Ik ben letterlijk net klaar. Nice. Wat een geluk dat ik ook echt net spijker. Klaar mee was. Die neem ik ook maar gelijk mee. Sjoerd zal wat denken, welke spijker? Dat wordt even een quote, spijker. Ja, echt hoor. Gewoon letterlijk alleen het woord spijker. Niks meer, niks minder. Gewoon Joey en Kevin. Spijker. Spijker. Yep. Wacht, ik ga hem er even inzetten. Oh, wacht, ik wacht. Zullen we eerst naar de cirkel? Ja. Ik weet niet, normaal hebben we wat meer quotes, maar we zijn een beetje low-key. Nu Sjoerd op vakantie is. Beetje casual. Wij hebben ook vakantie van Sjoerd. Ja, echt hoor. Hij komt daar straks in Discord. Dan gaat hij daar commentaar op geven, want dat heeft hij dan gehoord. Ja, mag. Ik kan ook kiezen om het niet te uploaden. Dat kan. En dan zou hij, dan weet hij het niet. Nee. Maar ik ga het toch doen. Maar dit is sowieso één, die stream moet hij herkijken, want die quote gaat hij niet begrijpen. Spijker. Nou ja, misschien. Als hij echt... Ja. Als hij up-to-date nee, is met wat ik denk het niet. De Mythic is, misschien. Oh, Kees. Let's go! 500 meter, moet lekker. Voor een gouden. Ga er gewoon voor, Kevin. Zal ik spijker met uitroepteken doen, of? Ja, maar. Prima. Oké, ik heb hem erin gezet. Ik zie het spijker, Joey en Kevin. 200 meter, ik hoop dat ik hem ga halen. Nee, ik ga het niet halen, maar het wordt een paarse, dat is ook prima. Waarom heeft dit ding geen... Wow! Oh, trouwens, ik heb dezelfde als jou. Ik heb letterlijk al die week 9 challenges hetzelfde nog. Ja? Ja. By the way, wat is dat? Deel damage met pistols. Fuck no. Ja, die pistols. Direct met een sharp tooth. Oké. 3 ook echt, hè? Ja. Yeah. Claim capture points, 5. Oh nee, dat is niet heel moeilijk. De volgende hiervan. Oh, soaring jumps. Nice. Ik weet niet of je die 8 charges terug wil hebben, maar daarna... Nee. Ik weet niet, moet jij deze dan... We kunnen ruilen, ik weet niet of jij die spijker hebt. Nee, die heb ik nodig. Ik moet nog een paar damage daarvan. Ja, ik heb die grote paarse. Ja, je moet nog... Ja, die 100... Kevin, 99. Sta je niet een beetje in, oud in die open...
A little bit. Daarom, ik was ook een beetje aan het schuilen. Ik dacht, nou ja, even kijken. Schuilen onder de regen. Dat sowieso. Oké, okay, wat paar krijgen we? Nou, ik doe het voor een paar SMG sowieso. Ja, ik ben eigenlijk surprised dat ik geen, hoe heet dat? MK heb kunnen vinden hier. Ai, 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 ai. Ik moet ik hier... Ik heb geen MK. Oeh, sprintlines dan maar. Ik moet hier ook nog steeds die ene doen dat ik zeg maar op die bounce lilies 3 keer achter elkaar jump. Oh, ik zweer, ik heb daar aan geërgerd. Die is echt vervelend. Ja, maar je zou dan in een boom moeten gaan waarschijnlijk, of niet? I guess. Ja, maar dat was zelfs heel erg vervelend. Ja, ik zie hem nu toevallig dat ik denk, oh ja, die moet ik ook nog. Het is echt heel lastig, vind ik. Is me zeker wel gelukt. Ook omdat ze een bepaalde kant op gaan. Ja, precies. En dat maakt het... Maar de distances zijn ook echt zo dat je moet perfect springen. Perfect. Ja, dat moet sowieso. Zo. Je moet weten waar je springt. Ja, wij mogen sowieso fun. Elden Scrolls. Wat is dit? Zijn dat die dat is de spijker. Ik dacht ook, misschien kan ik hem... Oh, misschien. Nou, ik zie wel eentje. Wacht, ik ga dit eens Ik proberen. Zit nu 3 keer op dat ding. On different. Ja, je moet different. Maar ik zit hier even te kijken, want ik zie 1. Wacht, ik ga dat proberen. 1. Oh, wacht. Fuck. Dit moet kunnen trouwens, deze hier, deze 2. 1. Ja, dat moet heel goed zijn, maar oh, dat is mogelijk. Oh. Welke is mogelijk? Bij jou? Oh, ja. Oh, maar nu moet ik eerst even het daar komen. Het is mogelijk, maar je moet heel goed doen. Bij jou, in jouw boom. Deze. Wat de? Ik ben gerift! Ik ook? Vanwege het eiland. Oké, okay, even kijken, dat is 1. Dat is ook een trouwensmes op die ding. Oké, okay, nee, deze was er. Waar is die ene waar ik was nou dan? Weet ik niet. Deze is hem niet. Oh. Nee, daarom, ik ben die hij is daar bij de rift waarschijnlijk. Mooi, even met damage voltooien. 70. Nog damage. 1 hit, waar ben jij? Kom op. Verdomme. Nee. What the fuck gebeurt hier bij mij? Yes, klaar. Wat? 100. 1 grafische glitch had ik. Ik weet niet. Ik ga kijken of ik het straks in de edit kan vinden. Ik kom niet verder dan 2 nu. Je zit op deze 2 ook. Wacht, deze is te doen. Deze moet kunnen. Als je een jump aanloop doet, kom je sowieso op 2 van die dingen. Deze moet kunnen. Beneden op de grond zit er ook één. Okay, deze wacht. Moet kunnen, deze moet kunnen. Dit moet kunnen, ja. Deze 3 moet kunnen. Fuck. Deze 3 moeten kunnen, achter elkaar. Fuck. Kun je eens even op laten houden? Shit. Ik heb hem gedaan. Nice. Hij is te doen dus. Hij is te doen. Oh, net daarnaast. Hallo. Kom op. Stop even. Fuck. Oh, we zijn getagd. Ze hebben dit eiland geclaimd. Ha! Lekker bezig, Kevin. Ja, nou niet, maar ik kon wel. Ik had hem sowieso, dus. Fuck. Ik weet niet waarom, maar hij... wil hem niet echt. Ja, je moet zeg maar de je moet niet ja! Gelijk jumpen van de... Oh, nice. Je hebt Let's hem. Go. Nice. Het duurde even. Waar gaan we nu heen? Zullen we riften?
Hier is het letterlijk een rift. Naast ons. Oké, we gaan Mega City in, denk ik. Mega City, let's go. Mega City, we gaan deze building op. Helemaal aan de andere kant. Dat is prima. Oh, dit gebouw. Oké, dit gebouw. Okay, dat is prima. Niet dat die aan de andere kant niet prima was, maar... Stating... Deze is wat makkelijker haalbaar. Stating the obvious. Stating the obvious, this time it's your turn. Oh nee, wat heb ik gedaan? Oh shit, waarom is dit zo? Wacht even. Waarom is dit? Huh? Ik weet niet waarom hij van mij niet meer op fullscreen stond. Maar... Volgens mij komen de mensen hierheen. Voor de ziplines. Ik hoor de... Ja. 120. Ik heb eentje knocked. Hij heeft mij niet gezien. Hij is fucked. Dood. Auw. Die deed wel veel damage op mij. Maar ze zijn dood. Daarom. Eigenlijk een slurp nodig. Oh, er zijn meer dan genoeg slurps. Oké. Nice. Hoeveel moet ik nog met die? Nou, dat vond ik wel mooi, want ik stond letterlijk hier. Hij had jou niet door, dus ik schoot hem 124. Hij kijkt mijn kant op, schiet hem dood. Nice. Ja, ik moet ook nog maar, wat is het, een paar damage met... Oh, careful. Hier op de berg, mensen. Waar? Haha, mijn challenge klaar. Ben je 20 shield gek? Daar zit hij. Explosive. Careful for the exploser. Ik ben naar beneden. Waar zat hij op de bedden? Oh nee, dat gaat dat ding niet halen. Oh, mijn handen. Oh, hier is gewoon nog een chest. Nice. Ik heb in ieder geval de Mythic Challenge klaar. Nice. Ah, kut is, we moeten hun kant op. Dat is wel vervelend. Probeer die ziplijnen hier die kant op. Hup. Oh shit, ik ga rechtstreeks op iemand af. Dood. Ik zie het. What's up? Ik heb nog 3 charges. Oh, die kat zit in de mand. Menti aan de zijkant. Oh ja, ik zie ze. En nog eentje, die komt recht op ons af. Ja. Hopt. Ik moet even mijn slurp drinken. Doe dat, ik heb 43, maar dat mag niet. Kut, oh shit. Kut. Net in de storm. Bouw me in. Lekker bezig, Kevin. Ik heb geen long distance. Had hij minis of slurps of zo? Want hij was hier dood. Niet dat ik heb gezien. Ja, hij heeft een mad mist, volgens mij. Nee, zijn mini. Maakt niet uit. Ja. Tering, we hebben geen healing. Nee, zijn een beetje fuck. 5. Oh, we moeten helemaal hun kant. Oh. Hoeveel teams zijn er? Het 3. Is echt 3 teams. 1 duo. Ik geloof dat in die building daar nog mensen zitten, nog niet. Daar zitten mensen. Wat ik ga doen, is ik ga hun fucken. Oh, kut. Weet je wat het beste is? Als we nu die kant op gaan, rustig. Naar hun? Ja. Oh shit, ik moet wel. Kut. Shit, hij heeft me. Kut, ik ga door de storm als ik die blijf. Gewoon
gewoon weg. Gewoon gaan. Oeh, je moet nog rennen ook, want de storm. Ik ben dood. Ja, jij bent dood. Jij gaat dat niet. Nee. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Ik had die sprint niet. Ready op, laatste potje. Ach ja. Maakt niet uit, kan gebeuren. Het is het hoogste wat we tot nu toe zijn gekomen, hè Kevin? Ja, maar we waren ook echt alleen maar bezig met challenges. Ja, oké, okay, dat is waar. Fair enough. Die man gaat sowieso winnen. Zag je dat? Ja. Die verliest dat niet, nee. Sorry? Zeg, die verliest dat niet. Oh ja, nee, dat klopt. We moeten inderdaad positief zijn, lieverd. Maar hij was gewoon 2-1 aan het vechten en die ene was down, volgens mij. Dus hij was vol aan het schieten, dus daarom zei ik, die gaat dat winnen. Ja. Ik bedoel, Gigi gaat dat winnen, hè? Gigi. Maar dan donderdag weer nieuwe challenges. Nah. Maar ja, ik is kan. Dit is geniaal. Een headshot met een grijze ja? mammoetpistool is 155. 155? Ja. Damn. Heftig. En dat is grijs. Ja. Ik zag het. Of nee, ik zag het niet. Jij zei het. Nee, dit is het laatste. Nee, maar ik merk het. Ik heb het al gezien. Zometeen die 6-9 dan maar weer krijgen. Wie weet, we kijken even, Kevin. Hier, je hoeft nu nog maar 20 levels. Ik heb een naam in chat gezien, trouwens. Sorry? Er was net iemand in chat met een naam en die had een hakenkruis in vraagtekenblokjes. Heftig. En ik weet niet hoe je dat voor elkaar kreeg. Ik ook niet. Wil ik het weten is een andere vraag. Nee, precies. Ik moet nog steeds die shotgun damage doen ook. Maar er is hier geen shotgun, wel een pistool. Maar ik vind 2000 voor een pistool wel echt veel, hoor. 2000? Ja. Van die challenge van vorige week. Oh, maar het gaat weg! Sorry. Ja, ga verder. 155 headshot voor een grijze. Ja, nice. Nee, maar ik had het over de challenge van vorige week. 2000 oh, ja, challenge pistol met damage, pistol. Ja, dat is ook zoiets. Terwijl het nu 1000 is met shotgun. Ja, plus shotgun is makkelijker, dus waarom heb je het niet omgedraaid? Waarom heb ik ineens weer full gold? Ik, oh, wacht, wat? Ja, ik kan ineens geen goud mee oppakken. Ik ook niet, maar ik heb ook max gold, zie ik. Ja, nee, maar dat had ik al. Maar ik ben nu gewend, zo gewend dat ik het hele bijna de hele stream geen maximaal had. Nee, klopt. Rare glitch dit. Ja, hele rare glitch. Nou ja. Het is wat het is, hè. Nou ja, omdat ik voordat ik begon al volledig gold had. Nee, correct. Zo, even deze claimen. Ja, de glitch is nu opgelost. Ja, maar dan zul je zien dat als je de volgende game inkomt, ja, dat hij dan opeens weer... Hij werkt heel raar. Maar deze glitch is al wel bekende. Ja, dit is wel een bekende. Alleen waarom ze het blijven doen. Ik denk maar... dat het weer zo'n typische Fortnite is update geweest en alles is weer naar de klote. Ja. De code is weer kut.
Maar wat wil ik zeggen? Oh ja, ik wou wel zeggen, het is wel... ik vind voor mijn gevoel de glitches dit seizoen minder dan vorig seizoen. Ja, ja, daar ben ik het mee eens. Vorig seizoen had ik er echt wel oprecht last van met die run glitches en zo. Ja, maar dat was echt gewoon kut. Je kon nooit een keer wat doen. Ja, ik hoop het. Even de big pop poppen. Ja, maar dat was ook echt... Ja, die was echt vervelend. En dan kwam je van de fucking bus af, kon niet rennen. Hele game verneukt. Hele game kon je niet rennen. Die jij had was ook kut, met je wapens. Oh, hou op. Dat je gewoon niet je wapens kon wisselen als je het op de grond dropte. Kon ik het niet meer oppakken. Ja, ook zoiets. Hoe maak je dat? Hoe? Like, ik weet niet hoe je dat voor elkaar krijgt als compagnon. Nou ja... Hey. Voor elkaar krijgen is misschien het minst moeilijke, maar... Ja... Nou, of die glitch dat je dan die als je gaat sliden, yeah. Met die hele beving en windgeval, oh, zeg maar, dat je die ik kreeg er zoveel hoofdpijn van, jongen. Ja, echt, hè? Die was echt irritant. Dat is ook echt verschrikkelijk. Ja, of de glitch dat je op de zipline gaat, maar je wordt er afgeduwd en gaat dood te vallen ergens. Ja. Die heb ik ook wel eens gehad, heel vaak. Zou ik vast niks mee te maken hebben. Maar ja, maar dan begrijp ik gewoon niet hoe je dat voor elkaar krijgt. Met sowieso Epic Games, met wat hun hebben, wat hun verdienen, hun totaal... Ja, ja, dat... Misschien is het dan net zo'n één dingetje wat dan één nulletje of een eentje te veel is, weet je. En dan is het kut, ja, de hele code werkt niet meer. Test gewoon, blijf testen totdat je zeker weet dat het goed is. Ja, maar dat is het lastige met een online game. Ja, maar niet zozeer, want hun kunnen toch ook gewoon testen in hun private servers die ze hebben. Ja, maar hoe... Ja, oké, kijk, ik moet wel eerlijk toegeven, die dingen die wij encounterden waren wel echt basic dingen. Zeg maar, we deden niks raars. Maar toch. One shot. Fuck! Knocked. Finish. Oh, kut, jij bent dood. Ik wou er niet een snel potje van maken, maar ik dacht, die heb ik wel. Waar is die? Ik ga wel hier om de hoek zitten. Ja, ik weet niet, hij is naar beneden gegaan volgens mij. Ben je veilig? Ja. Zeker weten? Ja. Zolang jij niet op de baas schiet wel. Ik ben hier achter. Hij is wel hier in de buurt. Dus het team is sowieso finished. 2 tegen 1. Hij is hieronder. Wat? Hij heeft een gouden pump. Dat verklaart een hoop. Nou, ik wou net zeggen, dat kan niet. Helaas is het wel tijd. Dus ik ga even terug naar lobby. Want die honden houden het vandaag niet langer, helaas. Exact ook 9 uur een keer. Ja. Wow. Lang geduurd, hè? Oké. Moet ik hier nog iets zijn? Wat is er? Matchmaking issues, many experience issues, and we are working on to resolve it. Oké, fair enough. Maar dat is heel wat anders. Oké, dus ik zie jullie morgen met Elden Scrolls. En dan zien wij elkaar donderdag ook weer voor Fortnite. Dus voor nu een fijne avond en ik zie jullie morgen.